En dan kan je ons vinden in de tutorial. Ik heb nog een keer weer foto's op mijn kanaal. Klas 1 en groep 1, hè? Ja. Maar jij vindt dat heel leuk op school, hè? Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben met kleren aan! Ja! Nou, dat kan ik wel. Komt ie. Look how cute that looks. Look at that. That one to do it. De roze jas en de roze tas. Goed zo, meisje. An eternity later. Ik bedacht me, denk ik, oh, ik moet wel even naar de wc voor de bloemen weer ophalen. En toen kwam ik tot de conclusie, vissen, dat ik voor ik bloemen ging wegbrengen ook naar de wc ben geweest. Toen dacht ik, oeh, ik ben ongesteld geworden. En ik heb nog niks eraan gedaan. Ik heb het gezien. Ja, je kunt dat zien. Hi. Dus een klein beetje TMI, maar zo hectisch was mijn middag. Zo hectisch was het dus. Oké, met een stokje. Ik mag het vertellen van Burke, wat wij net hebben afgesproken. Want Burke heeft vanmiddag zwemles. En ze vindt het in het diepe bad nog een beetje. Het was niet spannend, hè? Het was alleen maar koud, zei je. Burke, niet Burke, te jouw jurk opeten. Nee! Maar het is een beetje een struikelpunt. Dus ik heb gezegd van ja, vanmiddag moet het wel lukken. Want Zwarte Piet gaat natuurlijk kijken of jij nog steeds goed je best doet. Want alleen kinderen die goed hun best doen, die staan in het grote boek van Sinterklaas. Dus ja. Dus ik heb gezegd van god, dus wat gaan we dan doen? Dat het je vandaag wel gaat lukken. En een badpak met lange mouwen was wel een trucje. En als we daarna het doen met je mama nog nat maken, hè, dan moest ze later misschien haar mama zijn moeder knuffelen. Dat vindt volgens mij eng, want ze dan bang is dat ik boos word ofzo. Ik ben geweest bij Logan, maar goed. Dus dat mag ze dan dus doen. En dan krijgt ze na afloop een rode AA. Een rode AA wou je, hè, rood? Ja. Ja. Oké, gaat het dan lukken, denk je? Morgen ga ik afmaken. Nee, moet ik wel doen. Wat zeg je? Morgen ga ik deze afmaken. Goed idee. Hey, Logan. Morgen ga ik deze afmaken. Oh ja, dat is een hele mooie. Hé, maar moet je nog even je vitamintjes innemen? En je tandjes poetsen, hè? En jij, heb jij je vitamintjes ingenomen? Nee. Ga dat nog eens even doen, dan kan ik je tandjes poetsen. Dus vol verwachting klopt mijn hart of dat zakjes ook echt werkelijk waar zonder te flutten het water inspuit. Ik ga nu de kinderen klaarmaken voor school. Ik hoop pas om 10:30 aan werk te wezen. Dus ik ga daarna nog even tijd een klein beetje pijn te hebben, want de schoonmaakster komt ook. En ik moet nog even haar binnen. Zo met al, lopen we lekker. Ik heb vanochtend, en dat heb ik gisteren ook niet gezegd, maar ik heb vanochtend stond om 6:00 te werken, net als gisteren. En dan heb ik van, nou ja, 5:05, 6:10 tot 6:15 gesport. Ik moet mezelf afspoelen, mijn haar even ook nat maken, want dan werkt de curly curl methode ook beter. En dan ga ik vanaf 6:15 maak ik de kinderen wakker. En dat gaat eigenlijk super lekker. Ik heb erdoor al gelijk mijn endorfines lopen. Ik voel ook echt mijn benen van gisteren nog. Vandaag is het shoulders en abs, dus ik ben heel benieuwd. Ja, wil jij nog eventjes vertellen? Hoe ging dat gisteren eigenlijk zo? Nou, vertel het maar eens. Hoe ging dat gisteren met de telefoon? Ik ging gisteren goed. Laat nog even zien wat de code is. Je drukt op dit knopje. Je drukt op dit knopje. Ik druk 0000. En dan kan je gewoon in de tutorial. Ik heb nog een keer weer foto's op mijn kanaal. Ja. En hoe vaak heb je de mama gebeld? 6 keer. Hoe vaak had je echt iets heel spannends om te vertellen? Dat je echt wel, dat je echt mama de hulp nodig had. Poetsen. Je de lekker tanden. Ik weet het niet meer. Wat doe jij zo? 1 keer. Poetsen. 1 keer, want het was afgelopen. Het was om 6:45 al klaar. Mama reed de parkeerplaats op en toen belde hij, waar blijf je nou? Napoetsen. Ja. Oh, moet ik nog even napoetsen? Ja. Dat heb je dat netjes gedaan, meisje? Zie je helemaal schoon met tandjes? Die lopen ook allemaal goed. Goed zo. Nou, even spoelen nog.
zwemmen, een heel rondje. Woensdagmorgen. Spulletjes voor de school staat al klaar. Ik ben vanaf niet weer sporten met overspierpijn. Dus ik kan werken lekker pas om 6:15 gezet. Wil je maar dat kan al wel hoor. Lauren die durft het niet, want die heeft nagellak opgekregen. Ik ook. Jij begon ermee. Jij mocht gisteren nagels omdat je in één keer het water in ging, ja. Zonder kut te fluttelen. Kijk eens hoe mooi. Dus daar had ze oranje nagellak uit de grabbelton uitgezocht. Ja, dat wou Lauren natuurlijk ook. Pas op. Ja, ook op je andere hand zitten. Doe maar lekker tandenpoetsen, schat. Dan kunnen we zo weg. Maar we willen een beetje tijd weg. Dan kan alle juffen nog even herinneren dat ik ze vandaag eerder ophaal. Want we hebben vanmiddag Sinterklaasfeest. Bij mijn ziemoeder op het werk. En we moeten ze iets eerder ophalen. Logan, dat kan gewoon. Doe maar gewoon. Dat geeft niet. Nou durft hij helemaal niks te doen. Doe maar gewoon lekker je tandpasta op je. Dat kan je gewoon. Het is nu droog. Ze hebben vanmiddag Sinterklaasfeest, maar dat is in 3 kwartier rijden of zo. En begin om 14:45 en zijn toch om 2 uur uit school. Dus ik heb vraag of ze iets eerder mocht ophalen, zodat ik niet hoef te stressen. Bij mijn werk ben ik sowieso eerder klaar, dus ook chill. Dus ja, het gaat lekker. Als ik kinderen school krijg, moet ik wel even langs de bakken. Dan moet ik eventjes mijn eigen salade maken en dat soort. Een salade niet eens, brood. En de pietenpakjes pakken. Want ik heb ze zo aangekleed dat ze straks in de auto. Brooke hoeft alleen maar het jurkje en de shirt uit. En hij heeft helemaal zijn shirt uit. En dan doen we het pietenspul eroverheen. Dat is klaar. Dus mama heeft alles onder controle. Ja, groep 3, hè? En dan kan je ook al heel goed lezen en schrijven, hè? En rekenen ook al. Ja. En ja. Het ging ook op hockey, hè? Jij zit op hockey. En dat doe je ook al 2 keer per week. Ja, en dan nog goed oefenen. Als een zwemdiploma. Ja. A, B en C. Heb je het allemaal gehaald? Tot en met Z. Nee, Piet, het gaat maar tot C. We hebben natuurlijk ook een droom voor jou bij, hè? Ik hoop dat jij dat heel leuk vindt. En als je dat ook heel erg lief kan, dan kan je eens bespelen. Dat zal wel lukken, hè?
En misschien is het wel iets om te lezen, want dat is voor jou geen probleem. En haantje de voorste zijn, dat is ook geen probleem. Nee. Dat gaat best goed, hè. Wat zeg je dan? Beetje fitten en wat dingen. Wie is dit is een zusje. Wel, ben ook even zitten. Oh, ja hoor, kom. Ja, goed zo. Ja, ik heb al gezien dat mama de foto gemaakt heeft. Ja. Maar in het boek van het klas 1 en groep 1, hè. Maar jij vindt dat heel leuk op school, hè. En dan ook nog knutselen. En in de speelhoek heb je ook een knutselwerkje voor vandaag gemaakt, of niet? Of heb je de tekening? Heb je dan een spreek in de schrift? Ja, ja. Pieter, wat heb je erin verteld dan? Nou, eigenlijk vond die Piet, die vond eigenlijk zo'n kamer heeft geplaatst. Dus die Piet heeft dat meegemaakt. Ik heb dat meegenomen, maar wel als je wat ze dan zien, klaar zijn. Je speelt ook heel graag. Ja, als het goed zo dat een badplek is, of best in bed. Ja, de knuffel krijgen ze dan. En onze Max is niet te zien. Wat heb je nagels dan? Nagels. Zo. Ja. Oké, we hebben met Ben gevoerd de grote boel al mee gehad. Misschien kunnen we daar leuk een beetje spelen. Ja, wat is mogen. Zeg je dan? Vind je het ook zo jammer dat hij weer weggaat? Het was leuk, hè? Zo gezellig met elkaar en al die mooie cadeautjes. Dag Sinterklaasje, dag, 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 dag. Zo wijs. Daddy, wat is het? Wat is het? Wat heb ik gedaan? Een echte auto? En Fiona, wat heb jij? Wow, is dat een... Wat is dat? Een rozen. En een kleurtje. Wauw, als een kleurtje. Van Elmo. Oh, Brooke is gek op kleurtjes. Zo. Laat me in de auto liggen. Wow, nou dank je Sinterklaasje. Wow. Goed hè? Dat is lekker, een luchtje en een zeepje. Dan kan je zo lekker in bad. Oh. Oh, lekker! Laten we gaan! 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 Want Brooke die heeft een koffiezetapparaat gekregen. En Logan een Nerf. En we zaten nog cadeautjes in de auto toen we terugkwamen. Namelijk deze. En voor Brooke shower gel en een luchtje. En wat hadden ze nog meer? Oh ja, 2 Sinterklaas poppen de man. Wat hebben jullie nog meer? Wat zijn jullie toch weer verwend? Wat zeggen jullie dan? Dankjewel Sinterklaas. Goed zo jongens. Ik heb hem gewoon niet verlegd. Ah, goed zo jongen. Ga je hem doorspoelen?
until I took a nap. Ik ben half 1 gaan liggen, het is nu 1:30. Ik heb het zo koud, echt zo koud. Dit is echt iets wat je normaal gesproken aan kan doen naar buiten. Als het koud is en je denkt iets aan. Ik ga hier nog een jas overheen doen. Ik ga mijn haar wel even losdoen of iets. Ik ben in ieder geval net gebeld, of tenminste gewoon geen slapen gebeld. Voor degene van het autoschadebedrijf. Dat ik ook gewoon mocht komen wanneer ik zin had. Dat ik niet per se om 1:30 was. Wat op zich wel vet chill is. Want dan kan ik gewoon gelijk door met de kinderen naar het autoschadebedrijf. Dus een sterretje kunnen maken en ooit terug naar huis. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ze zijn al dat het 10 minuten werk was. Dus. Ja, ik ben een baby. Ik bedacht me net toen ik nog aan het wakker worden was. Dat ik niet zoveel gedronken had vandaag. En gisteren eigenlijk helemaal niet. Ik heb gisteren 1 kop koffie. 2, 3 koffie, 1 glas, dus een clear en een half flesje water. Niet genoeg, dus ik bedacht me dat ik vandaag op die tour ben. Dat had ook misschien wel de reden waarom ik eigenlijk niet zo lekker voel. En ik heb ook echt gespucht. Voordat ik ging eten, voor de lunch. Dus het was eigenlijk alleen maar slijm. Lekker zie je mij weer. Maar goed, hè, om het idee te geven, ik ben gewoon niet zo fit. Maar ik heb wel het gevoel dat mijn nep van 5 minuten of zo me wel een beetje geholpen heeft. Dus. Ik ga iets ophalen. En dan de auto voor de stelling laten maken. Ik heb gezien een spier in mijn arm. Oh ja, ik heb natuurlijk gesport. Ja, ik heb vanochtend nog wel gesport. Dat dan weer wel. Zo, wij zijn weer terug van al onze activiteiten. Wil jij vertellen, Logan? Wat hebben we allemaal gedaan? Nee, kom eens even met mij staan. Kom. We hebben getouwd. We hebben geen touw. Wat gingen we als allereerste doen? Als allereerste gingen we naar school. En toen gingen we al meer ophalen. Nee. En toen? Toen gingen we autootje school goed klaarmaken. Want het is een sterretje in mijn rij. En dat duurde echt veel langer. Dat ze hadden gezegd. Ze hadden gezegd, ja, 10 minuten, kwartiertje. En toen dacht ik al, oh, dat loop ik niet uit. En toen kwam ik eigenlijk altijd zelfs een uur. Maar, wat had ik gezegd als jullie heel lief waren? Met tomaat. En? Waren jullie heel lief? Ja. Ze hebben wel een dik hoofd. Ik een beetje nachten. Ja. Ja, Logan heeft op mijn telefoon op Netflix Dolfje Weerwolfje gekeken. Rilla! Rilla! En Brooke die heeft nou ja, ook een stukje meegekeken en nog niks op de stoel gezeten. En met mij nog geknuffeld. Maar ik heb ze op, na de eerste 5 minuten dat we daar waren, dat de auto werd gemaakt, dat ik ook ging zitten, niet meer gehoord. Dus. Hartstikke goed. Dus we hebben het heel goed gedaan. Dus wat kreeg je als beloning? McDonald's kip nuggets. Ik had gewoon een dingetje van 9 en heb ik er 1 op. En Logan en ik heb er allebei 4 op. Ik dacht, krijg ze nooit op. Brooke heeft er 5 op en ik 4. Ja, er zitten er 9 in en mama heeft er 1 op. Rekenen blijft nog lastig. Hè? En toen moesten we voor Boris een nieuw melding hebben. Hè? Ja, en daarom is hij wat we allemaal hebben gehaald. Toen was ik eerst helemaal naar de verkeerde locatie gegaan, blijkbaar was de dierenwinkel verhuisd. Mag die borgen hem gelijk op? Nee, dat weet ik niet. Dan moet ik maar eens even kijken hoe het precies werkt. Oké, we hebben deze. De Baskerville Ultra Muzzle in maat 5. We gaan hem wel even passen. Hiermee zou je ook niet kunnen eten en drinken en hijgen of zo. Maar die ziet er wat steviger uit als... Die andere, pak even die andere die we hebben. Die. Want er komt een koffie voorbij. Even die andere, die. Met nog een klein pakje. Want die had hij, zo eentje had hij de eerste. En die heeft dus inderdaad helemaal opgefroten. Zodra hij de kans kreeg. Dat is meer zo eentje. Dus dan is het aan de voorkant nog wel open. En aan de onderkant kan je ademen. Dus met kliktband vast. En dit is echt een riempje. Dus hebben ze allebei. Om te kijken wat we ermee kunnen. En dan denk ik dat die vooral om, op het moment dat, hij, dat wij er wel gewoon zijn dat we hem in de gaten kunnen houden. Maar hij is zo neigend om alle stoelen en muren en dingen op te eten. Dat de enige manier om hem wel af te lezen om hem consequent te straffen en af te leiden. Of positief te belonen op het moment dat hij het niet doet. En we kunnen hem niet 24/7 in de gaten houden. En toen hebben de kinderen ook nog even. Nou, laat me even zien. Dan kan je daarna je eigen ding doen. Dan ga ik het verder vertellen. Een touw. Een touw voor de body. Heb je het kaartje eraf geknipt? Haal het kaartje er maar even af. Dan mag je heel even proberen te spelen met hem. Erbij. Mama! Dus anyhow, dit is, ja, dit is niet dat hij nou echt bijt, maar hij maakt gewoon dingen stuk. En dat wordt wel echt even een probleem. Want om te voorkomen dat hij aan meubels gaat knagen of aan
Heel warme koffie. Je hebt er geen suiker in gedaan, mama, die drinkt de koffie zwart, hè? Nee, ik heb geen suiker, hè? Oh, ik heb alleen een lepeltje om het beetje te blazen ermee. Kijk, en dit is nog. Wat is dit? Dit is kijk. Dit heb ik gekregen voor Sinterklaas. Ja. Welke kant moet ik die op? Moet ik die kant trekken? Als je slim bent, dan haal je zelf aan het loepje vast en dan moet Boris aan het touw vastpakken. Geef hem nog eens eventjes aan Burk. Laat Burk ook eens proberen. Maar Burk, kijk, hij wil bossen. Ik ben nog een sterke punt. Geef hem alweer weer aan mij. Nee! Logan, Burk zegt nee. Nee. Boris die houdt wel rekening mee dat Burk wat kleiner is. Zo. Pas op met mijn keukenkastje. Oh. Ik het in? Mag ik het doen? Kom maar, zal ik hem even vastpakken? Wat zijn jullie aan het doen? We hebben kleren aan. Ja, maar ik moet gaan gebruiken. Ja, we gaan het wel even uit. We gaan even sokken in bad doen. Ja, ik heb net mogen gedaan. We hebben LOL zit in deze ring. Oh, daarom is het zo ingekleurig. Nou, we gaan helpen. Voor het geval je denkt, goh, waarom is ze nu niet boos? Waarom zegt ze niet zo? Dit is eigenlijk iets waar ik altijd een grapje mee maak. Dus want de douche aan zat of de badzaal aan. En ze aan het uitkleden. Dat ik ze dan bijvoorbeeld was in de buurt brengen van de douchezaal of wat dan ook. Ik zeg van, nou, ik zal je ze doen, hè. En Brooke heeft dan een aantal keer aangegeven dat ze het wil proberen. En dat ze het wel inderdaad wil weten hoe het voelt. Omdat ze natuurlijk ook binnenkort met kleren aan moet stemmen. Maar iedere keer als ik het doe, zeg maar, dat ik erbij ben, dan kriebelt ze terug. En nu had ik gezegd, nou gaan we van de boven, gaan we van het bad gaan zetten. En dan kom ik eraan. Ik was met mijn koffie bezig en ik hoorde geen mama, kom kijken. En ja. Dus ik heb nu gelijk alles in de was gedaan op spoelen. En dan doe ik het morgen met de rest van de was wel even mee wassen. Maar het is misschien wel handig als alles sopperen was uitgaat. Maar daarom ben ik dus niet boos. Ik ben met dat soort dingen. Ik had van als je dat wil proberen, is het wel voelen dat je dat echt moet leren. Ja, liever onder begeleiding. Maar ik had eigenlijk met mijn toestemming gegeven. Ze wisten dat ik het niet heel boos moest worden. Ik zal het even uitleggen, omdat heel veel ouders denken van, oh, vind ik zo niet oké vinden. Ik had zoiets van, nou ja, ik heb liever dat je het probeert thuis, op een moment dat ik kan zeggen van, goed idee. Als dat je dit een keer gaat doen, omdat je in de vijver, in de buurt van de vijver bent, dat je de bal uit de vijver hebt, dan denk je van, oh, ik kan gelijk. Nou weet je, de consequenties, de kleren worden heel zwaar.